Maar zo even, vanaf zondag kwam het nieuws binnen dat je verhuurd zou gaan worden aan Feyenoord. Ja. Kan je even uitleggen hoe dat uiteindelijk is gegaan? Want je zat bij Borussia Mönchengladbach. Ja, klopt. In de winterpauze toonde Feyenoord al wat interesse. En die interesse is eigenlijk een beetje vanaf vrijdag concreet geworden. En dan komt het uiteindelijk zondag in de pers. En zo gaat het eigenlijk. Ja, nu waren er meerdere clubs geïnteresseerd in jou. Ook onder andere in Maaskant, met Polonia. In ieder geval in Polen. Ja. Je kiest uiteindelijk voor Feyenoord. Waarom? Omdat ik altijd wel iets met Feyenoord gehad heb. En ik denk dat elke voetballer het een eer vindt om van Feyenoord te voetballen. Ze staan nu natuurlijk niet zo goed. Alleen ik denk dat dat voor het eergevoel eigenlijk niet zoveel uitmaakt. En nu valt er juist heel veel te halen. En het verschil met Polen is inderdaad, je zit in een vreemd land. En op dat moment komt Feyenoord. En die hebben heel wat plannen. En dus dan is de keuze voor mij is makkelijk. Er is wel heel veel gebeurd bij deze club. Hè? Een club die tik na tik heeft gekregen. Ben je niet bang dat je in een wespennest terechtkomt? Nee, absoluut niet. Ik denk juist dat er heel veel eer te behalen valt. En dat we in de komende 13 wedstrijden nog een flink aantal punten zullen gaan halen. Wat wordt jouw taak hier in Rotterdam? Ja, mijn taak. Ik heb een gesprek met de trainer en met het management hier. Is gewoon dat ik gewoon die rol vervul die ik bij Roda vervuld heb. En dat is gewoon het proberen het team mee op sleeptouw te nemen en de jonge jongens aansturen. En in ieder geval een dosis beleving en strijd teweeg brengen. Ik zag je vandaag al veelvuldig coachen. Wordt een beetje aangenomen? Ja, dan weet ik niet. Misschien dat ze nou denken van laat die gekke Brabant maar even praten. Maar nee, maar dat zit sowieso bij mij in mijn spelletje. Ik praat graag en ik denk dat het ook wel een van de belangrijkste dingen is om iets te bereiken. En dat zullen ze, of ze het nou willen of niet, ze zullen het voorlopig nog wel even horen. Maar 13 wedstrijden zeg jij. Is er ook nog een kans dat je daarna ook Feyenoorder blijft? Ja, dat weet ik niet. Daar hebben we absoluut nog niet over gesproken. Ik sta nog onder contract bij Gladbach. Nog anderhalf seizoen of in principe nu dan een half seizoen Feyenoord, daarna nog een seizoen Gladbach. We zullen zien, dat hangt ook af van mijn ontwikkeling hier en ook de prestaties van Feyenoord. Ik zeg al nogmaals, we zullen dat zien. Je eerste training, niet op Varkenoord, maar direct gelijk maar in die Kuip. Een Kuip waar je wel wat mee hebt? Ja, nee, ik vind het mooiste stadion van Nederland. En dat is niet omdat ik hier nou toevallig voetbal, maar ik heb hier ook een aantal leuke wedstrijden met Rode JC gespeeld. En een volle Kuip is voor een Nederlandse voetbal denk ik het mooiste wat er is. Vandaag is hij dan weliswaar leeg, maar het is wel leuk om hier te trainen. Ja, je allerlaatste doelpunt in betaalde voetbal scoorde in dit stadion tegen Feyenoord. Ja, klopt. Ja. Ja, nee, was een strafschop onder druk, geloof ik. Ik geloof dat hij op de achterzijde van het doel van de Kuip aan het fluiten was. Dus ik hoop de volgende keer dat ze maar aan het gaan juichen, laat het zo zeggen. Eerste wedstrijd van Feyenoord is nu uit in Arnhem, Vitesse. Ga je ervan uit dat je direct al je minuten gaat maken? Weet ik niet, dat is aan de trainer. Ik heb alleen aangegeven dat ik, en de test hebben dat ook uitgewezen, dat ik conditioneel wel vrij goed zit. Dus daarna is het gewoon aan de trainer.